Kijk, volgens mij doet hij het nu. Dan zal ik die aanzetten. Even kijken, Kijk, die klopt. Doet het! Precies. Dan ga ik nog eerst even aan je vragen of je het helemaal goed vindt dat wij het opnemen ook. Ja, zeker, zeker. Top. Dan hebben we en videobeelden en geluid. Ja, dat is helemaal fijn. Ik heb 2 schoolopdrachten gekregen van mijn schoonzus. Gemina komt gewoon 1 uur bij mij in mijn studio om te interviewen. Wat ik zo leuk om te doen, om mijn studio te doen. Dus omdat heb ik een speciaal media awards voor mijn YouTube kanaal. Dus alles ook wat dan staat, heel down. Daar staat dat wil ik heel graag in mijn studio gaan interviewen. En ik ga ook een bijdoen van mijn vlog. Dus dan kan ik vandaag ook editen alvast. Dus dat wordt ook super leuk. En morgen is ook een leuke dag. Dus ik ga niet. Dat is niet meer belangrijk voor morgen niet. Maar vandaag is wel belangrijk. Als je ook leuk vindt, dan ook gelijk even abonneren. Die net zit op het topje geven. Kijk, volgens mij doet hij het nu. Dan zal ik die aanzetten. Even kijken, volgens mij. Kijk, die klopt. Doet het! Precies. Dan ga ik nog eerst even aan je vragen of je het helemaal goed vindt dat wij het opnemen ook. Ja, zeker, zeker. Top. Dan hebben we en videobeelden en geluid. Ja, dat is helemaal fijn. De komende vragen. We gaan gewoon samen een leuk gesprekje hebben. Ja. En er zijn een paar vragen die ik moet stellen sowieso. En dan gaan we gewoon samen kijken hoe we eruit komen. Ja. En als jij zegt deze vraag wil ik niet beantwoorden of dat weet ik niet. Dan zeg ik pas. Zeggen. Precies. Kan je gewoon zeggen pas. En dan sturen we op wat we hebben van je. En dan kun je altijd nog zeggen van dit wil ik er niet in. Of dit wil ik er wel in. Ja. En ja, dit goed. Zou zo zijn. Heb jij helemaal de regie zeker. Over. Kun je lekker kiezen wat je zegt van dit vind ik goed. Ja, maar dan als eerste wil je wat vertellen over jezelf. Dus wie jij bent, hoe oud je bent, waar je woont, wat je doet. Ik weet wel, ik woon in Bergsehoek. Ik ben Liam de Waalen. AKA als artiestennaam, Lean Legend. En ik ben 23. En ik ben bijna in augustus 24 jaar. Kijk. En wat doe je voor werk en hobby's allemaal? Ik doe werk bij Prasadangis, bij Capelle. Op een woensdag en vrijdag. En ik werk bij Bamaya Media of verschillende muzieks. En vlogs en editen. Ah, je doet ook modellenwerk. Ja, en acteur ben je ook nog, toch? Ik ben modellen, heb ik jou ontmoet. Ja, precies. Daar kennen we elkaar van. Ja. En dan heb je ook nog in commercials heb je gezeten. Ja. En in een tv-serie heb je gezeten. In een tv-serie heb ik gedaan met Evan. Met je vriendje natuurlijk. Ja, meerdere, hè? Ja, bij Tafel voor 2. Ja. En bij Ubuntu Tam. Precies. En je hebt ook... Wat was die... Je was acteur in een serie, ja, was dat? Ja, de serie is van Downtown. Ja. Ik werd als politieagent. Dus heb ik al andere vriendinnen ook ontmoet. Ah. En je had ook... Wat had je nog meer allemaal? Je hebt meegedaan met Down the Road. Ja, Down the Road met Golden. Ik vind het zo fantastisch. Dat ik heb meegedaan. Dus bij Trouwen gewoon. Ja, hij is echt heel leuk. Hij was ook heel leuk met je. Ja, ja. Volgens mij heb je een hele leuke tijd gehad. Ja, maar dat zijn allemaal dingen die dan bij jou ook horen. Maar voor de rest, voor hobby's, wat doe je allemaal? Ik doe vlogs maken en editen. Ik hou van chillen. Ik kijk ook series, films bij Netflix. Ik doe ook basketballen. Ik hou van feestjes. Met misschien oud en nieuw, met kerst. Of zit graag zoiets. Aan hobby's. Denk ik. Heel veel met social media. Ja, want je doet het ook heel erg goed op TikTok, hè? Ja. Hoeveel volgers heb je daar nu? Ik denk misschien... Nee, ik weet niet meer. Nee, ik denk duizenden.
Ja, want kunnen we dat opzoeken? Heb je je mobiel bij je? Ja, ik heb een telefoon. Ja, dan kunnen we even opzoeken hoeveel volgers je nou precies hebt. Want dat is wel heel interessant. En dat is ook heel erg leuk, dacht ik. Ja. Want je hebt op YouTube zit je bijna bij de 4000, toch? Ja. Ja, dat doe je heel goed. Ik heb 47.000. Oh. Ja. Je zit al bijna op de 50.000. Zo. Ja, ja. Doe je wel heel goed. Dus één ding wat sowieso lekker gaat, is goed in je werk. En vervolgens spendeer je ook heel veel leuke tijd met je vriendinnetje, of niet? Ja, met Jenna, ja. Ja, hè? Want vertel, hoe heb je haar ontmoet? Hoe is dat allemaal gegaan? Dat is wel een grappig verhaal. Want toen ik deze magazine, Helik Down, wilde doen. Dat is ook mijn droom. Toen, het is echt een heel bijzonder speciale dag. Toen ik Jenna zag, werd ik echt verliefd. En ik zag een nummer van Member The Jam van Mark Jackson. Hij heeft ook een vrouw ontmoet. En ik dacht, die muziek past wel goed bij mij. Ik met Jenna toen ik haar ontmoet had. Ja, dat was tijdens dat je een modellenopdracht had. Ja. Voor een boek Heerlijk Down. Zullen we hem even bijpakken? Laat hem even zien. Want deze is het. Ja. En dan kan jullie ook kopen bij de website van www.heerlijkdown.nl.com. Kijk, dat is sowieso een goeie. Oké, dan gaan we verder met de volgende vraag. Hè? Dus je bent momenteel model. Hoe lang ben je al model? Ik denk heel lang zelfs. Ja? En omdat ik doe alles met kleding. Ik doe als looks. Mm-hmm. Mijn gezicht. Maar goed haar hebben. Ik wil graag als top model. Nog meer vertellen over het syndroom van Down? Of zeg je nee, dat vind ik nu wel genoeg geweest? Jawel. Ja, nu wel genoeg? Dan gaan we gewoon door met even kijken waar we zijn. Even kijken. Want jij bent heel erg goed bezig, ook in je werk. Maar zie je heel veel mensen zoals jij ook rondlopen? Want je hebt met Jenna bijvoorbeeld gewerkt. Maar zie je heel veel mensen waarin jij denkt, ik ben hetzelfde als die persoon. Dus bijvoorbeeld voor jou zou een Evan bijvoorbeeld iemand zijn waar jij denkt van, ik ben vergelijkbaar met hem. Omdat jullie dezelfde kleding aan hebben. Jullie zijn broers. Of zie je niet zoveel mensen waarvan jij denkt, ik lijk op die persoon? Ik denk, ik lijk op mijn broer. Ja, hè? Ik wil graag een willen zijn. Als ik oud word, word ik als papa. Met grijs haar, zonder veel brouw. Dat wil ik echt niet. Ja, maar dan kan je verven, hè? Ook heel lang geverfd, hè? Ja. En ik wil graag mijn broer lijken en ik wil graag lang haar zoals mijn broer, zelfde kleding, zelfs even traag. Dat vind ik heel fijn. We zijn wel broers gewoon. Ja. En omdat iets wel gebeurt met Celsius, is de broer van mijn vader, het is mijn oom natuurlijk. Celsius en Jim zijn wel broers, maar niet zo close als ik met mijn broer. Nee, want Jim is je vader, hè? Ja. Ja, nog even voor de andere twee, zodat ze begrijpen wie Jim is. Ja. Ik weet dat. Jim, mijn vader. Precies, dat. Kijk. Maar die zijn niet zo close als jij en Evan zijn. Want jij en Evan zijn heel erg close, hè? Ja, we zijn heel speciaal. Ja, want hij heeft, net zoals dat je ouders hebben, dat hij je precies zoals je bent helemaal leuk vindt, toch? Ja, heel vaak. Ja. En jij vindt het andersom ook. Precies zoals Evan is, vind jij helemaal fantastisch. Ja. Jullie zijn heel leuk met z'n tweeën, vind ik ook altijd. En inderdaad, het leuke is ook is dat allebei de kleding bij jou en bij hem allebei heel erg goed staat. Ja. Ja. Want daarom luister ik heel vaak de muziek van hem. Ja, dat klopt. Hij is nu weer bezig met een nieuw nummer, hè? Ja. Ja, dat is wel heel leuk. En hij vertelt tegen mij dat hij ook Spotify zou maken. Ja. Ja, dat klopt. Als hij eenmaal inderdaad het nummer heeft staan, dan kan hij gaan kijken of hij een Spotify kan maken. Dan kan jij het weer delen. Ja. Kan jij zorgen dat heel veel mensen ernaar luisteren. Nee, ik dacht, ik heb ook andere nummer gemaakt met mijn broer samen. Ja. Ik ben weg. De nummer. Ah. Zo, yo, ik ben weg. Oh ja, jullie hadden samen een nummer. Ja. Maar meerdere toch, of niet? Ja, twee. Ja. Twee van een andere nummer is zo perfect. Dat is gecoverd ja. van
Het zijn. Ah. Ik kan kijken, stap over naar Jackson. Stap over naar Jason. Girl like me. Nice. Dat vind ik ook in Spotify zetten. Ja, die snap ik. Die snap ik. Maar dan moeten we even kijken wat hij allemaal erin gaat zetten. Hij is nu nog gewoon lekker druk bezig. En maar hij doet het wel heel goed. En ik zag ook een nummer van Evan. Mm-hmm. Met een Linda de Gooi. Heeft een nummer gemaakt over mij. Oh, serieus? Ja. Vertel. Dit liedje gaat over mij. Van de hele wereld. Van thuis uit Groenteppen. Mm-hmm. Die nummer wil ik heel graag op een Spotify zetten. Kijk, heel vaak luisteren. Heel vaak promotie doen. Dat mensen... Moet begrijpen wie het zijn. Ja, precies. Want het gaat dan specifiek over mensen met Down? Ja. Ah, en wat zegt ze allemaal in het nummer? De nummer gaat over mensen met Down. Ze droom om geliefd te hebben. Met gracies. En gelukkig zijn. Maar we moeten even overpraten met zijn ouders. Kunnen we een afspreken? Met geliefden. Ah. En dieren verzorgen natuurlijk. Dieren is wel belangrijkste. En ook van de geliefden is ook heel allemaal belangrijkste. Ja, toch? Want de mensen zijn heel belangrijk in jouw leven. Ja, het mensen is gewoon belangrijk voor mij. Maar ik vind mijn familie, mijn eigen familie, mijn vrienden, mijn vriendin is allerbelangrijkst. Ja. Wat jij wil in dit geval. Kan ik erover praten met ja. Misschien syndroom van Down. Kan we over praten over seksueel, over seks praten natuurlijk. Dat. Ja, dat is ook een onderdeel van het leven. Dat hoort er ook gewoon bij, toch? Ja. Ja. Nee, ik ben wel soms Dr. Love. Ja. Nee, nou zo, Robert de Prink natuurlijk. Ja. Ja, nou dat heb ik ook gemerkt. Want anders zou ik hier niet zitten, hè? Nee. Heb ik jou geholpen van Evan natuurlijk. Precies. Nee, ik vind het wel sneu van Evan dat met Claudia een verkeerje had. Vind ik niet zo oké. Nee, hè? En Claudia is pittig. Heel pittig. Je bent zo gevoelig. Je bent zo wie jij echt bent. Ja. Dus daarom heb ik jou samen gekoppeld. Kijk, daar ben ik heel blij mee om dat sowieso te horen. Dat je echt... eerlijk bent en jij spreekt over de waarheid, net als mijn Heer Jezus natuurlijk. Jij bent zo gevoelig, jij bent eenzaam. Oh. Ik was wel eenzaam zonder Evan inderdaad. Ja, nu met Evan niet meer. Nu voel ik me niet meer eenzaam. Want nu heb ik hem en heb ik jou er ook nog eens bij en je ouders zijn erbij. En een hele grote familie hebben we nu. Ik heb altijd van jou natuurlijk. Ja. Maar ik ben daar wel heel blij mee dat je dat hebt gedaan. Voor mij ben jij veel beter dan Robert en Brink, hoor. Ja. Want jij hebt gezorgd samen met je vader dat Evan en ik bij elkaar kwamen. Robert en Brink, die heeft niet heel veel gedaan, behalve mensen die al in die richting waren. Hij heeft wel heel veel mensen gelukkig gemaakt. Heel veel zelfs. Maar jij hebt ons gelukkig gemaakt, dus voor mij ben jij leuker. Oké, even kijken. Met de Inkelwoord, wat had je allemaal gedaan? Want je mocht presenteren, toch? Presenteren. En ambassadeur was je daar ook nog bij? Als een media. Ja, want je mocht een media award uitgeven, ja, toch? Van de goede tijden, slechte tijden. De best ook nog normaal podcast. Ja? Dat ik ook in zit. Precies. En Tina ook in zit. Ja, hoe heette die podcast ook alweer? De best ook nog normaal podcast. Ah, dat was hem. Ja. Want jij mocht een media award uitreiken en de Inkelwoord, waar staan die voor? Dat is voor inclusiviteit, ja, toch? Ja, en ook een ander heet Yibi Nyomoa. Dan zit Vinsley met Down syndroom. Ah. Hij speelt ook mee Downtown met mij. Ah. En toen heb ik jou opgemaakt. De beste normale podcast is al gewonnen. Ja, want jij mocht aangeven wie het was, hè? Ja. En vervolgens was het ook nog eens degene waar jij aan mee hebt gedaan. Ja, ik zie hem ook. Ja, precies. Ja. Gio had je ook gezien, want daar heb je een hele grote poster. Ja, Gio, ja. Want ben je begonnen met vloggen door Gio? Ja. Ja, hè? Want die keek je heel vaak. En toen dacht je, dat wil ik ook doen. Ja, ik kijk elke dag toen met 5:30. Ah, en je kijkt nu ook samen met Jenna, toch? Ja. Ja. Te kort het de vorige keer. Het was wel superleuk dat jullie dat gewoon inderdaad samen kunnen doen. Maar je was nog ambassadeur voor iets anders, toch? Voor dansen. Ja, Music Moves. Ja, precies. Music Moves is
is voor muziek en dansen. Kijk. En waarom ben je daar ambassadeur voor geworden? Omdat ik vind muziek heel belangrijk is. Want muziek is mijn bloed gewoon. Ik kan echt niet meer wachten. Ik luister verschillende artiesten. Mm-hmm. Ook van Nederlandse muziek. Ook go-go-go. Spaans natuurlijk. Frans. Daarnaast Claudie. Ah. Claudie zingt ook Frans en Nederlands. Dat is een soort teksten. En er schiet een goede sound, ja, bij de track hoort. En ook van Michael Jackson natuurlijk. Ja. En de Leopards. Ja, want jij hebt toen op, was bij hun Back of Dawn waarop je mocht dansen. Ja. Toen hebben jullie samen gedanst, toch? Ja. Heb je er een filmpje van of niet? Dat jullie allebei Michael Jackson aan het dansen waren. Ja, dat is wel grappig. Ik ken Timo Steffens. Oh, serieus? Hij was in de video van het laatste concert van Dit Is Het. Ja. Jackson. Hij, ja. Hij zit erin. Mm-hmm. En dan Timo heeft die dans gedanst van Jackson Moves. Ja. En toen dacht ik, dat wil ik ook doen bij het Invito Dan programma. Ja, precies. Want er staat een heel leuk filmpje online dat ik gezien. Maar je danst veel meer, toch? Ja. Want waar heb je allemaal ook gedanst? Want je hebt die... Had je nou voor, want je bent ambassadeur voor de Music Moves. Ja. Had je daar ook niet een video voor opgenomen? Ja, mijn broer was ook al bij. Mijn broer is aan het filmen. Ah, ja, die hadden we samen opgenomen toen in Leiden, toch? Ja, en ja. Dan zeg ik in de video, muziek en dans is mijn passie. Open, weer. Dat is de tekst van Happy Halloween. Ja, precies. Jullie hebben een Halloween filmpje samen gemaakt, inderdaad. Ja. Wat was jij nou, een zombie uiteindelijk? Ik heb een bloed hier. Ja. Ik heb make-up hier zo. Ik heb een suitje van mijn broer aan. En dat is zo een rogosteel. In pootjes. Mijn broer heeft effectjes gedaan met bloed, ogen. Ja. Wijntje als groot, als bloed. En toen zo. En zo. Dat heb je wel heel erg goed gedaan, inderdaad. Want ik weet nog, dat was toen wij nog niet zo heel lang bij elkaar waren. Toen gingen die maken, toen stuurde die alles op. Omdat hij heel erg trots was dat hij die had gemaakt samen met jou. Dan was hij heel trots op om hoe goed die was geworden. Ja. En ik weet nog dat ik echt heel erg onder de indruk was van hoe goed jij dat geacteerd had. Want ik geloofde echt wat je aan het zeggen was toen. Ja. Nee, ik vind deze hoge film is de beste. Ja. Ik toen dacht... Ik heb wel andere ideetjes van mijn hoge films. Dacht ik misschien in de kerk gaan filmen. Oeh. Kan China meedoen als een meisje. Een goeie meisje. Nee, ik ben als een vampier. Nee, ik zie zo bij de parkeerplaats. Gaat mijn vriendje lopen naar de parkeerplaats. En ik zie daar als een vampiertje. Nee, ik hou in boom. Nee, ik slaap als een vleermuis. Zo. En dan kijk zo. Dat je nou. Zo eten. Ah. Dat is mijn idee. Hele ideeën. Oh, wat leuk. Gaan we kijken of dat ooit eens een keer inderdaad gaat lukken om dat te filmen. Ja. Ja. Ga maar. Vertel. Waar zie je jezelf in de toekomst? Ik wil heel graag een huisje zoeken. Mm-hmm. Is zichzelf wonen. Kan ik zelfstandig doen. Ja. En Jen ook. En als wij goed doet, bij elkaar bezoeken. Ook bij haar. En zij bij mij. Bij mijn nieuwe huis. Mm-hmm. En als ik wel goed doet, kan zij bij mij samen wonen. Met mij. Oké. Okay. En ze gaat stoppen met zijn eigen werk. Bij Prostans in Waalwijk. Mm-hmm. En ook andere verschillende werk gaan stoppen. Nee, ik zoek een baan voor haar. Ah, dus jullie willen dichter bij elkaar gaan wonen dan? Ja. Ja. Nee, ik zoek een baan van Jenna. Ah. En omdat mijn ouders denkt dat ik niet kan met Jenna samenwerken bij Protestantse kapellen. Of bij Pa Meijer. Ja, maar dan raak je te veel afgeleid, joh. Ja, nee, ik zag het wel, hoor. Nee, ik dacht mezelf, Jenna houdt van Albert Heijn. Nee, de in kapellen is... Albert Heijn, het is een koppelweek. Mm-hmm. Het is dicht bij mijn werk.
Ah, dus dan wil je dat zij bij de Albert Heijn gaat werken en jij bij Brownies. Ja, als Gina klaar is, kan het bij mij langskomen. Ah, dan kunnen jullie samen naar huis. Gewoon samen naar huis. Ja. Zelfstandig reis in huis. Ja, precies, want dat doe je ook vanuit je werk, hè? Ja. Gewoon lekker zelfstandig naar huis. En als Gina klaar is, misschien 3:30 of 4:15 klaar is, komt naar mij. Ja. Kan ik een drankje liggen naar haar. Ah, en dan kleed jij je om en dan kan zij het drankje opdrinken. Ja, het gaat gewoon opdrinken en ja. We gaan naar huis. En ik werk bij Papa Maya Media. Mm-hmm. Ik dacht dat Jenna ook bij mij wilde werken. En zij moet wel leren met editen, vlogs en natuurlijk. En dus zij wil heel graag make-up video maken. Ah. En ik dacht misschien niks aan Papa Maya te doen. Misschien. Ja. Onze verdieping is 3. Nee, ik zit 4. En dan kan Jenna nummer 3 zitten om te werken. Of telf bovenste 5. Ah. Kan ik aan mijn paas vragen? Kan ik een video maken? Ja. Voor Jenna en Jenna kan wel editen. Kijk. Maar je hebt het al wel opgelost ook dat je niet te veel afgeleid wordt. Dus nee. Dat ze wel ergens anders zit, maar ja. Wel in de buurt. Ja, wel in de buurt. Kijk, die snap ik. Want dat is wel slim, hè? Want als ik met Evan zou werken, dan raak ik ook afgeleid, hoor. Ja. Het is dat we met fotoshoots hebben gewoon de tijd. Dus dan kunnen we gewoon ook afgeleid raken. Maar als we echt naast elkaar moeten werken, dat is wel lastig, hoor. Ja, heel lastig. Ja, want dan raak je heel erg afgeleid. Dan wil je alleen maar tijd met... Jij in dit geval met Jenna spenderen, denk ik. Ja. In plaats van dat jij in je werk gaat. Dat zou ik ook wel doen, hoor. Ja. Ja. Dus dat snap ik wel heel goed. En met het modellenwerk, wat wil je naast het buitenland? Is dat waar je jezelf ziet? Over 10 jaar, bijvoorbeeld? Ik wil graag verder. Ja. En ik wil ook films maken. Kijk, dus verder met acteren, verder met modellenwerk en internationaal gaan. Ja, ook. En ik wil graag ook wel in het buitenland... weer acteren in de films. Kijk. Misschien hoge films. Oh, dat zou wel heel leuk zijn, hè? Oh, nee. Kijk, daar staan we mooi. Want ik wil je wel nog heel erg bedanken dat jij mij hebt willen helpen. Dat je zo open bent geweest. En dat je zoveel vragen hebt beantwoord. Ja. Plus, ik vond het heel erg gezellig. Ja. Volgens mij jij ook, of niet? Ja. Ja, hè? Dus als ik de volgende keer nog een schoolopdracht heb. Ja. En ik zou... kunnen vragen of jij mee wilt doen. Zou je dan nog een keer mee willen doen? Ja? Gaan we nog een keer iets moois maken samen, toch? Vind ik een goed plan. Yes! Heel erg bedankt. Ja. En dan gaan we er iets moois van maken. Ik ben heel benieuwd naar de vlog ook. Ja, tuurlijk. En wij sturen sowieso het stukje wat we schrijven, sturen we naar je op. Ja. Dus dan kan je het ook lezen, kan je ook kijken. En als het goed is, gaan we ook een andere naam voor je gebruiken. Dus dan mag je je eigen naam bedenken. Zodat je een andere naam hebt dan die je nu hebt. Dat is ook wel heel leuk, denk ik. Zoals, even niet had, wat was zijn andere naam nou ook alweer? Die heeft de Walen? Nee, hij had Jason Dex of iets? Ja, Jason Dex. Ja, dan mag jij ook zo'n naam bedenken. Die kan je dan naar ons opsturen. Nee, ik dacht dat die Legend is helemaal goed. Als jij die wil gebruiken, dan zetten we die erin. Ja. Vind ik een goed plan. Ja? Top, dankjewel. Dan zullen we hem ook uitzetten. Ja. Volgens mij hebben we hele mooie beelden. Ja. Ja, hè? Dat is de reden waarom ik dit geheim zou houden voor de schoolopdracht voor Gemina. En ik vind het zo leuk ook of te hebben, of mijn leven natuurlijk. Dus over alles. Dus ik vind het wel leuk. Dus ik moet deze aparte video beëindigen. Als je het ook leuk vindt, dan mag ik even abonneren. Laat het op je geven. En zeg ik altijd tot morgen.